Niet ver van het Duitse Reichswald ligt bij het plaatsje Milsbeek het natuurreservaat De Diepen. Een gebied dat door natuurmonumenten in samenwerking met Teunissen Zand en Grind in oude luister wordt hersteld. Dit heeft direct een gunstig effect op zijn flora en fauna. De kieviten houden niet alleen van akkers, maar ook van vochtige graslanden. Hier broeden ze en brengen er hun jongen groot. Als de jonkies geboren zijn, moeten ze al voor zichzelf zorgen. De ouder houdt ze dan wel goed in de gaten om ze te beschermen. Meestal blijven de jonkies in de buurt van de nestlocatie, maar af en toe dwaalt er wel eens eentje af en daar baart de ouders dan zorgen. Vooral als er gevaar dreigt. Het komt uiteindelijk toch goed, veilig onder moeders vleugel. We verlaten het natuurreservaat De Diepen, een uniek gebied in wording.
Het gouden uur heeft het mooiste zonlicht, want het geeft een warme glans die de vroege ochtend siert. Naaktslakken missen een slakkenhuis en zijn daardoor gevoelig voor uitdroging. Je ziet ze daarom alleen als het regent of 's morgens als de dauw nog niet uit de lucht is. Zo traag als de slak is, zo snel is de haas. Ze kunnen zelfs een snelheid halen van wel 70 km per uur. Het zijn nachtdieren, maar 's morgens vroeg of tegen de avond zijn ze ook behoorlijk actief. We bevinden ons in de Oude Waal bij de Ooipolder, waar veel vogels hun toevlucht zoeken. De elegante futen zijn vooral bekend om hun balsgedrag. Zo tonen ze elkaar hun genegenheid en bevestigen daarmee hun innige relatie. Door zijn mooie gele ogen is de kuifeend een opvallende verschijning. Zoals zijn naam al aangeeft, heeft hij een kuif, maar soms blijft deze plakken achter zijn kopje. Zodoende valt dat dan niet op. Het zijn vooral de duikeenden die vaak in laagwater zoeken naar waterdiertjes en plantaardig voedsel vanaf de bodem. Ook lepelaars zijn, in laagwater, voortdurend op zoek naar voedsel. Deze sociale vogels halen al zwaaiend met hun snavel visjes, reptielen en ook waterplantjes uit het water. Ze kunnen zowel in zout als in zoet water het voedsel uit het water lepelen. De lepelaarspopulatie neemt in ons land de laatste jaren flink toe. Dat heeft onder andere te maken met de verbeterde waterkwaliteit. Ze komen helemaal vanuit Afrika om hier te broeden. Door de zachte winters blijven tegenwoordig ook veel lepelaars in ons land. Als de jongen groter zijn, hebben de ouders niet veel zin meer om ze te voeden.
Ze vinden dat de jonge lepelaars hun voedsel zelf moeten zoeken. De jongen moeten bedelen om voedsel te krijgen en daarvoor moeten ze flink aan de bak. Ze halen dan het voedsel uit de krop van hun ouders en dat gaat soms best heftig eraan toe. Nu de ouder gevlogen is, gaat hij zelf voedsel zoeken, want zijn honger is nog niet gestild. En dat lukt al aardig. De lepelaars die gaan overwinteren vertrekken overwegend in de loop van september naar West-Afrika. Een hevige discussie onder de wilde eenden. Het zijn voornamelijk de woerden die het niet altijd met elkaar eens zijn. Blijkbaar zijn ze er toch uitgekomen, want ze kunnen hun weg rustig vervolgen. Jonkies opvoeden is een hele klus. Zo ook voor deze familie Futen. De ouders laten zien hoe je een visje vangt. Waar water is, is leven, want rondom het water valt er voor iedereen altijd veel te beleven. Belangrijk voor mens en dier.